Angela de Jong, toch wel de bekendste opiniemaakster van Hilversum, vindt het gevaarlijk worden dat sommigen er nu voor dat het allemaal wel wat minder kan met die coronaregels, of zeggen dat het zo vaart niet loopt. Voorbeeld? Nicky Plessen uitroept dat geeft Angela aan in de nieuwe media podcast van haar krant, Het had Ze zat zich enorm te ergeren aan Nikki Plessen, die in RTL Boulevard haar zorgen uitsprak over de huidige coronaregels. Ik hoorde nu ook Nikki Plessen, die dan ook ineens coronadeskundige en economisch expert is, die dan ook weer ervoor pleit dat het allemaal een tandje minder kan, al dus die zich in een eerder column ook al uitliet over de zender waar Nikki haar uitspraken deed, RTL 4. De columniste gaat zelfs een stapje verder. Eigenlijk vindt ze het best gevaarlijk. Van die PR's die pleiten voor een tandje minder. Dan denk ik, jongens, jullie zijn BN'ers, jullie hebben een groot bereik. Mensen kijken tegen jullie op. En als je dan zegt dat het allemaal wel een tandje minder kan of het allemaal niet zo vaart loopt, dan vind ik het gevaarlijk worden. Punt Maurice de Hond. Punt laatst belandde Angela in een soort visie met opiniepeiler Maurice de Hond. Want die pas, wat haar betreft, in hetzelfde rijtje als Niki. Op één vergalopeerde zich door Maurice de Hond zo'n groot podium te bieden, en dat wint de kwalijk wat er nu in ieder programma gebeurt, zegt ze daar nu over. En daarmee doet Angela op het corona-onderzoek dat Maurice presenteerde, dat ze vervolgens volledig afwakkelde. Hij liet in op een weten dat hij niet zag in de 1,5 meter samenleving. Hij geeft namelijk de voorkeur aan het dragen van mondkapjes. Het handhaven van het evenementenverbod en het creëren van een corona-ongunstig binnenklimaat. Via een subtiele hint liet Maurice weten dat Angela er, wat hem betreft, niets van snapte. Maurice's mening is zorgelijk, het Angela nu weer. Mensen zijn gewend om naar hem te luisteren als hij voorspellingen doet over de peilingen. Dan denken veel mensen dat hij er ook wel verstand van heeft. Dat vind ik zorgelijk.